scepter en 13 adelborsten, die door de vaste bemanning onderwezen worden in de vele aspecten van het zeemanschap. De val. Gaan we zitten aan de val. Dat is deze. Die gaan we hijsen. Eenmaal gaat er op zijn knieën achter zitten en neemt hem af. Als u het even wil doen. En dan precies wat je dat vanmorgen verdoofd hebt. Los maar. Dan ging je hier hè, bij het eind. Hoppa. We zien dat de schoot al bezet is. Dit is een steekbout, kan ook nog los. We wisten wat steekbout waren, die dikke zeilbandjes. Als je aan de andere kant gaat kijken, dan zie je dat hij daar gewoon met afslagen op een kozijnnagel heen zit. Dan hoef ik hier de baansteek niet aan te houden. Oh. Ja? Ja. Hijs. Aan boord moeten de jonkers alles zelf doen. Zoals het hijsen van de zeilen, het koken en het schillen van de aardappels. Maar bij het laveren moeten zelfs de piepers even wachten. Gereed maken om te wenden. Jullie daar met jas en ook even naar jou. Hup, kom op, actie. En dan blijkt al snel dat het varen aan boord van de Urania niet alleen een plezierreisje is. Nee, smakelijk hier. Smakelijk, ja. Lekker soepje. Het door de adelborsten zelf klaargemaakte eten blijft altijd een verrassing. Toch is het voor de meeste jonge opvarenden een welkom rustpunt. Hoewel rust op een zeilschip een wel zeer relatief begrip is. Dan moet die hele waterpomp lopen. Ja, maar ik kom niet door. Nee. Een heel aparte ervaring aan boord van de Urania is nog altijd de zonsondergang. Maar meestal is er geen tijd om daar echt van te genieten, omdat er vaak ook 's avonds en 's nachts doorgevaren moet worden. Het ene deel van de bemanning zorgt dan dat het schip op koers blijft, terwijl het andere deel slaapt. En elk uurtje nachtrust is meegenomen, omdat iedereen op elk moment nodig kan zijn. Wekie, wekie, wakker worden jullie allemaal. Het is hoogste tijd. Huigen, kom op. Hier ook boven. Jongens, opstaan. Er is een gigantisch ontbijt klaargemaakt uit de veren. Kom op. We hebben nog een hoop te doen vandaag. Ja.
Na het opstaan moet er weer gewerkt worden. De adelborsten worden bij toerbeurt ingezet als roerganger, navigatieofficier, uitkijk en officier van de wacht. Dat zijn die scheidingsstokjes. Eerst hebben we die kwadrant weer tekenen. Dit was de Noordkwadrant. De Noordkwadrant? Ze hebben allemaal hetzelfde soort topteken met twee driehoekjes. De Noordkwadrant heeft twee driehoekjes met de punten naar het noorden. Makkelijk. Op zee. Hoppa. Eén wrak. Gezond. Wat doen ze? Ze trekken over de wrak. Tussen het wachtlopen door zijn er altijd de lessen zeemanschap, die door de vaste bemanning worden gegeven. Met een oogje met zon. Ja? Met zon voelen we met de klok mee. Ja? Dit is het. Dit is 220 meter lang, hè? Het lijkt zo maar de dip wel. Ja. Dan ga je van onder naar boven door het oogje heen. Over het kruis ga je onder het lange gedeelte door. En dan terug van boven naar beneden door het oog. Trek je hem aan en je hebt een paalsteen met een tampje aan de buitenkant. Waar het is. Ja, onderdoor. Op die lijn bevind je dus. Het mooiste is als je dus meer vlindlijnen hebt. Nou, oké, je hebt die lijn getrokken, je hebt één lijn, maar beter als je twee lijnen hebt. Nou, daar zie je bijvoorbeeld, daar achter je, kijk, daar achter zie je de pier van Scheveningen. Daar kun je ook op peilen, en dat is een kapelje. Ja. Hoe is die? 69. De Urania is met haar 60 jaar het oudste schip van de Koninklijke Marine. Het nummer H31 in het grootzeil geeft haar het recht op de bijnaam The Grand Old Lady. Ja, kom nu maar. Wacht. Ja? Ja, loodje, stop hem mee. Hallo.